Een goedemorgen vanuit Suriname. Ik sta hier aan de waterkant, waar vandaag door vrijwilligers wordt schoongemaakt. Ik zie mijn beeld is donker. Even checken hoor, hoe dat kan. Ziet u mij goed? Ik denk het wel, hè? Goedemorgen vanuit Suriname. 7:50. Zondagmorgen, 19 november. Laat me weten of mijn beeld goed is, dan ga ik er even uit. Een beetje donker. Oké, we zijn hier dus nogmaals aan de waterkant. Cora, is mijn beeld goed? Goedemorgen. Ja? Oké, thanks. Er zijn mensen die hier schoonmaken. De heer Jason Gummels van OW. Die heeft ook mij benaderd. Van mevrouw Botsen, we gaan hier schoonmaken. Goedemorgen. Bent ook vrijwillig aan het schoonmaken? En waarom? De founder. De founder is mijn zus. Oh, that's why. Oké. Okay. Meneer Gummels, goedemorgen. Je bent er weer vroeg bij Jamang, gaat goed. Ja. Vertel, wat doen jullie vandaag? We zijn hier op een spontane actie samen met de Optio Foundation en Transparent Africa Play. We zijn vandaag hebben hier gestaan bij de Plakkenbrug. Bij de markt. Om op school naar het hier wat vrijwilligers. En de bedoeling is om dit soort projecten vaker te doen, hè? Ja, dat moet net veel meer vrijwilligers spelen. Ja. We gaan op dit moment ook in de buurt te gaan, waar de bevolking en mensen van de buurt zelf resorten op willen helpen. Ook een geweldig. Juist. Dat is de bedoeling. En, als we schoner worden, hè? Dat is behoorlijk veel, dus we mogen goed geslaagd. Echt een leuke groep. En we gaan doorlopen richting Centrale Markt. En jullie zijn begonnen bij de Plattebrug? Plattebrug, ja. De Plattebrug is daar, toch? Ja. DNA gebouw. Moet je kijken hoeveel zakken. De pikkenbakken zijn vol. Mensen, kinderen. Bakken rechter. Patroon. Ik ben blij dat er veel meer gaat gebeuren wat schoonmaken betreft. Moet u nagaan. Ze hebben maar een kort stukje gedaan. En kijkt u al hoeveel vuil er hier zit. Ze komen vanuit die kant af. Van de hoek, zeg maar. En ik ga eens even kijken. Dit is natuurlijk te gek dat zoveel rommel wordt gegooid. En dit zijn een van de dingen waar ik me hard voor maak. En ik ben blij dat de heer Gummels, de directeur van afvalbeheer, zich ook hiermee bezighoudt. Hij zegt, we gaan in resorten om mensen te stimuleren, als je nagaat, om hun omgeving schoon te houden. We zien jonge mensen hier staan om het te doen, om schoon te maken. Zondagmorgen om 7 uur komen om troep van anderen op te ruimen. Terwijl het heel simpel zou zijn dat je je eigen troep meeneemt. En nu zitten er allemaal jonge mensen. Goedemorgen. Wie is degene die het heeft georganiseerd? Hadassah van de Jacht. En Hadassah is er nu niet? Hadassah is er, maar waar ze precies is, weet ik niet. Oké. Okay. Is het de eerste keer dat jij meedoet? Dit is de eerste keer dat ik meedoe met een clean-up. Ik heb eerder meegedaan met workshops om voorlichting te geven op scholen. Ja. Dus, ja. Is dit wel belangrijk? Dit is wel belangrijk. Het is wel raar om andere mensen hun vuil op te rapen, maar ja. We willen een schoner Suriname en we willen een voorbeeld zijn. Ja. Voor de rest van de samenleving. Dat ja. Dit gedrag niet zo verder door kan. Helemaal niet. Wat denk je van de prullenbakken? Zijn die voldoende? Zijn ze groot genoeg? Zouden er meer moeten zijn? Als eerst moet er bewustwording gecreëerd worden. Dat die vuilnisbakken gebruikt moeten worden. Mm-hmm. Maar de schoonmaak en het afhalen van het vuil moet ook consequent gebeuren. Juist. Ja. En jullie zijn vanmorgen begonnen om 7 uur. Ja. Geweldig. Chapeau. Ik heb het zelf ook een paar keren gedaan, ja. Om het te schoon te maken. En het is inderdaad belachelijk, ja. Dat je andermans vuil moet opruimen. Ik werk heel nauw met Hadassah, de oprichter.
Er was één clean-up, de vorige, ja, bij AK Stadion. Het is helemaal mooi, natuurlijk schoongemaakt. Of niet, het volgende weekend moet ik die richting op om naar Noord te gaan of zo. Het is helemaal weer vuil. Ja. Dus het is erg dat, ja, je gewoon, mensen wezen je gewoon van hé, hey, we appreciëren dit dat je het doet, eigenlijk niet. Klopt, we don't care. Ja. We gooien onze troep gewoon en we maken onze binnenstad vies, we maken onze buurten smerig. Ja, dus eigenlijk zou er meer aandacht aan besteed moeten worden. En die bewustwording ben ik eens. Ja. Zou je die bewustwording kunnen doen op scholen te gaan? We campagnes? We gaan naar scholen om workshops en voorlichting te geven. Ja. En we zijn begonnen met de vierde, vijfde en zesde klas basisschool. Mm-hmm. Omdat we de mening zijn toegedaan dat die kinderen best impressionable zijn, beïnvloedbaar zijn. Yes, yes, yes. En om die mindshift vanaf jongs af al te creëren. Precies. Omdat we zien gewoon hun ouders, onze volwassen mensen in Suriname, dit gedrag vertonen. Klopt. En is het geen voorbeeld voor de jongeren. Helemaal, helemaal, helemaal met je eens. Ik vind het geweldig, nogmaals mijn complimenten, dat je dit doet op je zondagmorgen. Ja. Hier om 7:00 zijn, dat betekent vroeg 6:00 zeker is mee opgestaan om dit te doen. En laten we hopen en uiteindelijk dat er veel meer organisaties opstaan en dat we die joint venture gaan doen om het samen te doen. Hè? Want je hebt verschillende groepen, maar het is, je maakt je sterker als je met elkaar gaat doen. Dus, want een van de gedachtegangen die ik echt heb, altijd op social media, wanneer er iets over Suriname in het nieuws is over ons bos, dan is iedereen zo blij, we zijn het groenste land op aarde. Exactly. Ja. Maar wanneer de binnenstad is geen pretje om voor buitenlanders in te lopen. Klopt, klopt. Is erg smerig. Ja. En zoveel zakken hebben jullie al, moet je nagaan van dat korte stukje, vanaf die moet je nagaan. En dan moet je nog verder, je gaat aan de Heilige Weg door. Ja. Oké, okay, succes. Dankjewel. Hoeveelste zak is dit nu van jou? Derde. Je derde, oké. Okay. Ik ga even kijken, zoeken naar Hadassah. Oké, dat is goed. Je bent nog niet klaar hier? Hier lijkt een beetje schoner, maar ik ga nog aan die kant doorkijken wat er nog meer voor troep is. Oké, okay, succes. Dankjewel. Ja, mensen, het is inderdaad triest dat je dit moet doen. Dat je rommel moet gaan opruimen van andere mensen die te beroerd zijn om hun eigen troep mee te nemen. Zondagmorgen, 8:00. Ik ga ook zo weg en ik ga altijd naar de kerk. Dan moet je nagaan. Wat voor troep. Goedemorgen. Ook jij maakt schoon op je vrije zondag. Mag ik weten waarom je dit doet? Ik vind het geweldig. Je kan niet rondlopen in een land en dan is er een geur. Het is onaangenaam, niet mooi om te zien. Dus ik vond dit geweldig om toch mee te doen om schoon te maken, vooral in mijn geliefde land. Ja. En ik zag het eerst in mijn buurt. Ik was like, oh halleluja, er zijn toch mensen die schoon maken. Dus dan wilde ik echt mee doen. Dat heeft me echt geraakt. Geweldig. En dit moeten we met z'n allen gaan doen, hè? Ja. Je eigen afval meenemen. Notroment op straat, die potenisaka, meenemen. En vind je dat het meer moet gebeuren, deze acties? Of zeg je gewoon, de burger moet zich bewuster gaan worden? Dat moet sowieso gebeuren. Het moet bewuster gaan worden. Want je kan niet rondlopen en vuil achterlaten. Like, come on, wat neemt het van je af om je eigen vuil mee te doen? Exactly. En weg. Ja, exactly. Ga je het vaker doen als je eerste keer? Ja, het is mijn eerste keer en ik wil echt vaker hier doen. Geweldig. Ik ben trots op je, dat jonge meisje, op de zondagmorgen dit staat te doen. Het is eigenlijk beschamend dat jij troep van andere mensen moet opruimen. En we moeten eigenlijk meer onze burgers oproepen. Neem uw eigen afval mee naar huis. En wat vind je van de prullenbakken die er zijn? Zijn die geschikt of moeten we grotere prullenbakken hebben? Grotere. Klopt. Exactly. Moet er een grote prullenbakken. Ja, even kijken of meneer Jason Gummels kan vragen wat ze daaraan gaan doen. Hey, succes. Tot hoe laat gaan jullie door? Tot 10:00. Tot 10:00. Oké, super. Nogmaals, ik ben hier in de binnenstad. Ik zeg de heer Gummels, die was die kant op, maar waar hij nu is, weet ik niet. Want ik heb me, je weet, ik heb me altijd druk. Nee, druk. Ik heb me altijd uitgesproken over de vuilniszakken. De vuilnisbakken, sorry. Die er zijn, die naar mijn mening te klein zijn. Onhandig ook om je vuil in te gooien. En het zou gewoon beter moeten gedaan moeten worden. En het is echt triest, te triest voor woorden, dat wij onze binnenstad zo vervuilen. Hi, ik ben op zoek naar Hadassah. Ah, Hadassah, goedemorgen. Hi. Hi, ik ben Gloria. Aangenaam, eindelijk kennis gemaakt. Ja.
Ik heb ook vaker schoonmaakacties gehad. En dit is een geweldige actie wederom. Dus met deze wil ik zeggen, laten we het samen doen. Ja. Geef mijn nummer, ga ik je straks geven. Hoe meer mensen hiermee meewerken, hoe beter. Ja. En hoe is de opkomst tot nu toe? Echt heel goed. Iedereen die eigenlijk heeft afgegeven om te komen helpen, is gekomen. Ja. Zijn dat meer eigenlijk, dus ik ben echt wel blij daarom. Zelfs kleintjes zie ik. Kleintjes inderdaad. Zijn vader heeft de kinderen meegenomen. Ja. Jong geleerd is oud gedaan, ja, hè? Ja, dat zijn van Miss Teen contest, beauty contest zeg maar. Dus die zijn met een begeleider gekomen. Heel grappig. De kinderen zijn van Miss Blood? Miss Teen Beauty Contest. Oh, really? Ja. Dus die zijn met een begeleider gekomen. We hebben een paar individuele vrijwilligers. We hebben een paar heren van... Goedemorgen dames. Waarom maken jullie schoon? Ga je me vertellen? Oh, ze is verlegen. Ja, ze is die hebben ook nog een paar jonge kinderen. Ik vind het geweldig. En dit was jouw idee om te doen? Ja, ik ben de oprichter van Active Foundation. En de foundation is gericht om een duurzamere toekomst te creëren voor Suriname. Ja. Vooral op het gebied van afvalbeheer. Dus we hebben elke maand consistente projecten. En een van de projecten is een clean-up day ergens in Suriname. Ja, want jij en ik hebben via de app wel contact gehad, inderdaad. Ja, en elke maand wil je een clean-up doen. Is het niet beschamend dat wij andere mensen hun troep moeten opruimen? Eigenlijk wel. Ik zeg ook altijd, het is jammer dat we een clean-up moeten doen. Maar ik vind het altijd wel een goed idee om bepaalde lagen van vuil eigenlijk op te ruimen die er al heel lang zitten. Ja. Iedereen zegt ook ja, maar is het wel nodig? Want er komt elke keer meer vuil bij. Ja, het is altijd goed om schoon te maken. Ja. Om een plek meerdere keren schoon maken. Klopt. Dus, en wat vind je van de prullenbakken? Zijn die afdoende of moeten er grote? Ik zelf denk grotere. Maar wat vind jij van de... Sowieso grotere en veel meer. En veel meer. Veel meer. Veel meer. En ik denk dat we eventually ook wel moeten overstappen naar recyclebakken. Exactly. Maar kleine recyclebakken. Dus bij elke ton eigenlijk verdeeld in 3 of 4 verschillende soorten. Klopt. Ja. En veel meer. Er zijn echt niet genoeg tonnen. Nee, klopt. Ik weet waar, ik had ook een keertje meegedaan met de meneer die ook die recyclebakken heeft. Suriseur. Juist. Die is ook hier vandaag. Oh, geweldig. Ook met de harken en de handen. Juist. En waar ga je volgende maand naartoe? Dat weten we nog niet. Het is eigenlijk een beetje kijken waar echt wat vuil is. Afvalbeheer, OE en groen, openbaar groen, die doen best wel veel plekken klopt, in de stad. Klopt, dus we moeten eigenlijk even kijken, weet je, waar zijn ze al geweest, waar zijn ze nog niet geweest. Ja. En soms hebben we hele luchtige clean-ups, zoals vandaag eigenlijk. Ja. Eigenlijk een beetje luchtig, alleen zelf afval. Ja. En soms hebben we hele heftige clean-ups, bijvoorbeeld weg naar zee, waar je echt in tot een seconde moet gaan zitten en zo. Ja. Dus hangt er een beetje vanaf wat de moeite is. Volgende maand is december, dus we gaan het ook een beetje luchtig houden. Ja. Jason, ik heb een paar keer al aangegeven eerder dat de prullenbakken die er zijn niet geschikt zijn voor de binnenstad, zijn te klein en te weinig. Wat kan, of moet ik bij het ministerie zijn, wat kan afvalbeheer Groen hieraan doen? Het is een bekend probleem en heel gelijk wat het goed gaat door. We hebben echt geen budget gehad de afgelopen 2 jaar, dus althans dit jaar. En in de 24 ieder hebben we geen budget om de woordbaan te kopen van geen enkel soort. Dat was een beetje moeilijk. Dus nu gaan we gewoon door met die module hebben. Ja, dus en, regelmatig schoonmaken? Ze worden ook wel regelmatig schoonmaken, maar je kunt zich nog even. Dat is een locatie waar mensen heel veel komen eten, noem maar op. Ja. Dus ze raken ook veel sneller vol. Dus. Ja. Dat is een beetje moeilijk, maar ik gelijk, dat is zo. Ja, ik weet, de jaren geleden, toen was ik in Amerika, toen had ik hele mooie prullenbakken gezien. Toen had ik ook de onderdirecteur gebeld van Milieu toen. Dat was ik in 2017 of zo. Ik zeg, hij zei, nee, we zijn bezig om te kijken naar een betere prullenbak. En toen waren het deze geworden. Ik denk, hoe is het mogelijk dat je hiervoor kiest? Ja, nee, we moeten echt gaan nadenken. Dit is zeker vaak wel komen. Ja. Maar mensen nemen toch geen initiatief. Maar het is niet doordacht. Nee, ja. We moeten echt gaan nadenken. Ik heb een leuk ding hier trouwens. Ik dacht niet met delen. Op internet. Ja. Dan heb je ergens een duik langs schoonmaken in de binnenstad. Maar zoals dat als grote, niet wat jij zei, maar grote stofzuiger. Juist. Ja, ik heb eentje laatst gezien in Rotterdam. Gewoon helemaal, ja. Ik heb toen gelijk gefilmd, ja. Prachtig. Dat zijn voor festivals en zo gaan we dat ook een beetje afpakken. Dus we proberen eigenlijk op verschillende aspecten
waar de oorzaak eigenlijk van zwerf afval komt en dat soort sectoren. Dus Jason en ik zijn al heel lang bezig. We doen heel lange clean-up samen, andere projecten ook. Dus we kijken eigenlijk samenwerking met ieder die daarin voor instaat. Precies, we moeten het samen doen, hè? Zo alleen het redden. Ja, zo is dat. Samen met de Optimum Foundation. Ja. Ja, haar eigenlijk hebben we leuke bomen gesponsord gekregen door Baikali. Oh. Die gaan we binnenkort op, die gaan we direct even uitzetten. Misschien ga ik ook betrekken, niet misschien ga ik ook betrekken. Ja. Maar we moeten een paar strategische locaties identificeren om die borden te plaatsen. Het zijn eigenlijk verboden grote soorten borden, maar niet in die context. Ik heb ze gezien, heel mooi. Ik heb ze gezien, ja. Geweldig. En er zijn best wel veel, ik zie ook jonge meisjes. Dat vind ik geweldig, want je moet jong beginnen, hè? Ja. Gaan jullie geven ook informatie op scholen, bewustwordingsproces? Ja, dat doen wij vooral. Een van onze projecten is dus workshops op lagere scholen tot nu toe. En binnenkort gaan we ook naar middelscholen en clean-ups. En we doen ook met kindertehuizen en internaten. Oh, geweldig. Ja. Heel mooi. Dat zijn eigenlijk drie projecten die we op een consistente basis doen. Dus je hebt jongeren, je hebt mijn moeder ook, die is komen helpen. Ondersteunen. Ja, wat ouderen, familieleden, vrienden, samenwerkingen. En eigenlijk ook individuele vrijwilligers die via social media eigenlijk hebben afgegeven. Oké, geweldig hoor. Ik ga even proberen of ik die jonge dames kan vragen, hoe of wat. Ja, hey, succes, hè. Daar zei Jason, tot straks. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zie dat er wat jonge kinderen zijn die helpen schoonmaken. Waarom doe je dit? Zo vroeg 's morgens op zondag kun je niet uitslapen. Waarom ben je hier? Het is goed voor de wereld en voor het land. Het is goed voor het land, ja. Wat vind je ervan dat er zoveel troep wordt gegooid op straat? Ik vind het goed. Niet goed? Ik vind het slecht, maar ik vind het niet leuk. Nee. Ze gooien wel naast een ton, terwijl er een ton er is. Ja, ja. En wat vind je, moeten de mensen hun troep meenemen naar huis? Of moeten er meer prullenbakken komen? Ze zijn te lui om het wel bij te houden om het dan later weg te doen. Ja, dus ze moeten het eigenlijk gewoon, je troep moet je meenemen naar huis. Ja. Moet je niet dumpen op straat. Maar je moet ook je troep dat je thuis gooit toch ook weg. Thuis is je huis nog niet zo vies. Ja, precies. Precies, zo moet je later verzorgen. Ja, ja. En is het de eerste keer dat jullie meedoen? Ja. Ga je dat vaker doen? Ja, als we kunnen. Als je kunnen. En u bent de begeleidster? Ja. En waarom doen jullie mee? Ik ben zelf van Suresure. Dat is een bedrijf die met recycling. Exactly. Ja, en die ook vaak helpt, hè? Ja, ja, ja. En Hadassa, dus haar organisatie is een jong opkomende organisatie. Dus wij ondersteunen haar zoveel als mogelijk. Dus vandaag zijn we hier om fysiek te helpen in plaats van achter de schermen of zo. Ja. En ik heb vandaag wat kindertjes meegebracht. Hij heeft ook met een hele groep jongeren meegekomen. Ja. Oké, en wat vinden we? Vind je dat het de tijd wordt voor statiegeld? Zou statiegeld helpen? Dus kijk, er wordt al statiegeld genomen. Alleen maar op bier? Mensen zien het niet. Of ja, bier alleen. Het kan een beetje helpen, maar hoeveel? Kijk, fondsen, hoeveel zou je terugleggen? 5%, 1 SRD of 5 SRD? Maar het moet bij jezelf zijn. Ja. Kijk, zoveel mensen doen het uit vrijwilligheid. Ja. Het is, jij koopt het plastic, jij zet het in het vuil, dus jij moet het zelf ook eruit kunnen halen. Niet voor geld of om iets terug te krijgen. True. Want jij moet later hier wonen, je kinderen moeten later hier wonen. Dus ik denk niet dat het bij het geld ligt, het is gewoon de mentaliteit van mensen. De mentaliteit van de mensen, oké. Okay. Dankjewel. Dat kan misschien helpen. Maar ja, precies, en dan kan je misschien het daklozen wat gaan oprapen. Ja. We kunnen geld doen. Dankjewel, succes. Dankjewel. Dames. En heer, goedemorgen. Waarom zijn jullie hier zo vroeg? Moet je niet in bed liggen? Waarom ben je hier? Ik ben hier om helpen op te ruimen. Ja, vind je het goed dat wij onze rommel op straat gooien? Ja. Is het goed dat die mensen hun rommel op straat gooien? Nee. Wat moeten de mensen met hun afval doen, met hun rommel? Ze moeten misschien een zak nemen, meebrengen in de
kunnen zo'n veel in de stad zetten. Ja, wat vind jij? Wat moeten ze doen? Een troep meenemen? Je moet wel een beetje harder praten. Ze moeten het weggooien. Ze moeten het weggooien, ja. Vind je het erg dat je nu zoveel moet gaan opruimen dat, aan, dat mensen hun rommel op straat gooien? Nee. Dat is niet erg? Nee. Je vindt het niet erg om op te ruimen, maar het is wel erg dat mensen dit doen, of niet? Ja. Ja. En jullie zijn zo vroeg opgestaan om te helpen. Ik ben trots op jullie, zo hoort het. Eigenlijk hoort het zo niet, want we moeten onze troep opruimen. Maar ik ben wel trots op jullie dat jullie zondagmorgen zo vroeg hier zijn om te helpen. Succes! En deze twee dames hier achter jullie, waarom zijn jullie ook mee komen helpen? Om een goede voorbeeld te geven aan de andere mensen om hun omgeving schoon te houden. En... goede voorbeeld te geven. Ja? En wat vind je ervan? Zijn wij schoon? Gooien we onze troep op straat? Hoort dat zo? Nee, helemaal niet. Wat moeten we doen? We moeten proberen te recyclen. Ja? Troep meenemen of troep op straat gooien? Troep meenemen en in de vuilniszak gooien. Juist. En mee naar huis. En mee naar huis, inderdaad. Niet op straat gooien, mee naar huis. Ik ben ook trots op jullie. Want hoe oud zijn jullie? 12. En jullie dames hier? 7? Ik ben 8. Oh, 9, 8. Oké. Ik ben echt super trots op jullie. Ga je het ook vertellen aan jullie vrienden op school? Van hey, we moeten opruimen. Misschien dat jullie het in jullie buurt ook kunnen doen met de school. Want het moet echt schoner, hè, in ons land, toch? Ja. Oké, succes, dames, toppie. En u bent de begeleider? Ja, goedemorgen. Alles goed? Ja, ja, ja. En, geweldig dat je deze jonge meisjes hebt meegenomen. Het is onderdeel van hun traject. Ze zijn eigenlijk de winnaars van de Little Charming Amazing Story. De tweede editie van september. En dit is een onderdeel van hun traject als winnende Little Miss en Preteen. Little Miss zijn die kleine en die Preteen zijn die iets groter. Dus, zij zijn al weg naar tieners zijn. Ja. Preteen. Little Charming Amazing Star, ze doen mee aan een contest. Ze hebben meegedaan. En, dan ja. En dit is het onderdeel van het traject, meedoen met schoonmaak. Ja. Geweldig van jullie dat jullie dit doen. Ja. Zondagmorgen zo vroeg op te staan. Oh. Ja, succes man. Jullie gaan tot 10 uur door, hè? Ja. Want het wordt al warmer. Ja. Als we een beetje kritiek ja. Dankjewel man. Alsjeblieft. We zien het mensen, het, verschillende mensen zondagmorgen hier op straat zijn. Ik ga zo weg, want ik ga... naar de kerk. Zij gaan door. En zij ruimen troep op. Andere mensen. Die vinden wij gooien onze troep op straat. Ziet het? Heel veel zakken. En dit is geweldig. Jonge mensen die meedoen. Ouderen die meedoen. Jonge kinderen die meedoen. Om een bijdrage te leveren. Aan het schoonhouden van onze binnenstad, aan het schoonhouden van mooi Suriname. En zo zou het niet moeten zijn. Oh. Pardon. Zo zou het niet. Oh god, daar ligt iemand te slapen. Zo triest. Zo zou het niet moeten zijn om onze stad zo te vervuilen. We zouden het echt anders moeten doen. Maar goed, sowieso een geweldig initiatief van zoveel mensen die vrijwillig hier zijn om schoon te maken. Onze mooie binnenstad met onze historische gebouwen. En waar toeristen ook lopen. En waar we dus, ja, wilden het beter moeten doen. Oké, mensen, dat was mijn bijdrage. Om even te laten zien dat er ook op, dat er mensen zijn die zo vroeg opstaan om schoon te maken. De volgende keer doe ik ook fysiek mee. En... ja, laten we hopen dat die bewustwording komt. Dat we gaan beseffen met z'n allen. We moeten ons land schoonhouden. We kunnen zo niet blijven doorgaan. Prullenbakken moeten er zijn. Moet regelmatiger worden leeggeruimd. En die bewustwording moet er zijn. Dat we zo niet kunnen omgaan met ons geliefd Suriname. Waarvan we zeggen, we zijn het groenste land. En we zijn zo vrolijk. En we zijn zo gasvrij. Maar vervolgens gooien we onze troep op straat. Dat is geen reclame. Mensen moeten het echt beter doen. En ik ben super blij dat er zoveel mensen zijn gekomen om schoon te maken. Triest dat we het moeten doen, maar geweldig dat ze het doen. Ik ga even laten zien daar. Kijk daar, hoeveel zakken vuil. En die grijpdingen, ik vond ze nooit fijn om mee te werken. Ik pak kom in mijn hand. Maar die grijpdingetjes zijn wel beter als je
ja, die hangen niet. En ze hebben handschoenen gekregen. Ze hebben hele mooie borden gemaakt die binnenkort worden geplaatst. Daar gaan wij ook bij zijn om ja, die bewustwording te creëren. Ik loop terug naar mijn auto. Ik laat jullie even de mooie binnenstad zien. Mooie Suriname. Zondagmorgen. 8:30 denk ik. Oh nee, 8:10. Maar er zijn ook mensen die de straat schoonmaken. Onze mooie stad met historische gebouwen. Mooie waterkant waar we echt veel meer uit zouden kunnen halen op wat toerisme betreft. Het is zondagmorgen als je Suriname loopt. Als toerist is het super saai. Niks is open. Daarin zijn we nog niet. Kijkt u. Dit is ook een volle. Snapt u waarom ik deze dingen absoluut niet geschikt vind? Ik zou graag aan Jason of ze worden leger en domineer. Daar is dus die truck die ook vuil komt halen. Jason is al weg. Ja, want ik zie die volle prullenbak. Ik vraag me af wanneer ze dan weer worden. In de middag worden ze geleegd. Openbaar groen gaat het leeg openmaken. Oké, okay. Geweldig. Hey, succes. Dankjewel. Oké, okay, doei doei. We hebben contact, hè? Yes, dankjewel voor het komen. Ja, yes. Oké, okay, doei doei. Zo, mooi Suriname. Een waterkant. Ja. Het zou beter gedaan moeten worden, mensen. En hiervoor zou ik veel meer aandacht willen vragen. We kunnen natuurlijk klagen over regering en beleid. En het beleid is al 48 jaar niet geweldig. Het rendement is zichtbaar. Maar zouden we ook niet als burger zelf ook moeten letten op onze wijze van omgaan met ons land? Zari Voutrou. Ik ga eruit. Ik ga voor mijn geestelijke voeding nu naar de kerk. Ik zie u misschien later op de dag weer. Bedankt voor het kijken. En als u kan ook deze live delen. Zodat meer mensen zien dat er goede initiatieven zijn. En misschien anderen ook weer gestimuleerd raken. Om het ook te doen in hun buurt. En die samenwerking. Misschien jonge mensen. Ik ben er erg trots op. Jonge mensen zich bewust zijn van. Zo kunnen we niet blijven omgaan met ons land. Zitten er mooie gebouwen. Ciao, ciao en tot later.